Welkom terug bij de grootste drama-serie van FIFA Career Mode geschiedenis. Wij waren coach van Clermont Foot. Toen werden we ontslagen. Toen was FC Lorient het enige team dat ons wilde helpen. Daarmee staan wij nu zevende. Doen we het akelig goed, maar het is tijd voor iets nieuws. We hebben een aantal aanbiedingen gekregen. Hatsakadee. En die aanbiedingen die zijn zekerste weten niet misselijk. We hebben van PSG een aanbieding, van Marseille, van Clermont Foot. Die willen ons terug hebben. Kijken of ze nog heel veel spelers hebben die ik nog ken. Vieira, Ahmed, Schmid, Oriana, die ken ik nog. En de rest zeg maar niet zo heel veel meer. En Bayern München heeft ons een aanbod gedaan. Ook erg goed. Dortmund, ja, heel Europa wil ons hebben. We hadden een topcomment. Ik had namelijk gevraagd wat ik moest doen. Van Dirk Hofteijzer. En hij zei, ga met PSG en koop zoveel mogelijk spelers van Clermont Foot weg. En zorg dat ze degraderen. Als je dit het laatste uur van de transfermarkt doet, kunnen ze geen nieuwe spelers aantrekken. En als je ze eerst koopt en daarna contracteert, kan je meer spelers. Want als je... Nou, toen verloor hij eventjes zijn grammaticale kunnen. Maar ja, dat was topcomment. En ik weet niet of dat per se de leukste optie is. Maar ik vond het wel grappig, dus laten we gewoon bij PSG gaan tekenen. We hebben gesolliciteerd nu volgens mij. En dan moeten we wachten. Ja, het team van Clermont Foot, dat is goed nog steeds. Niet zo goed als toen wij er waren. Ik krijg een aantal aanbiedingen. Het team van FC Lorient hebben wij wel heel goed gemaakt. We hebben namelijk Balik van 86, Diallo van 86, Gavi. Waarvan ik heel veel haat kreeg toen ik zei dat ik hem een beetje over schat vond. Nou, hij is natuurlijk pas 17 in het echt, mag ik ook niet zeggen. Maar ik heb wederom nog steeds niet heel veel goede dingen van hem gezien. Thijs de regen van de Bruyne. Garcia die er al heel lang bij zit. Greenwood die ook niet heel veel gaat groeien. Almeida, Fuentes, Dedic, Da Silva. Ik kan je precies vertellen hoe deze career mode verder zou gaan als wij met FC Lorient zouden blijven. Er gebeurt namelijk niet zo heel veel. Wij worden langzaam beter. De spelers blijven langzaam groeien. Dat is het eigenlijk. Voor de rest gebeurt er niet zo heel veel. We kunnen elk jaar dan nieuwe spelers kopen. We contracteren met transfervrije spelers. Iedereen wordt ouder. Noem het maar op. Bedankt voor je interesse in de beschikbare functie. Wij als bestuur zouden deze functie bij PSG graag aanbieden. Wij hopen binnenkort van je te horen. Let's fucking go van 5 januari 2029. De transferperiode is nog geopend. Ik moet eventjes kijken hoe het team van PSG eruit gaat zien. Maar daar zijn wij. Daar zijn wij. Ja, 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 ja. Fantastisch. Kijk eens aan. Kijk eens aan. We staan eerste, maar we staan wel gedeeld eerste met Clermont Foot. Dus dat is gelijk het eerste gevecht. Natuurlijk kunnen wij als PSG zijnde Clermont Foot van de Franse troon stoten. Maar dat is niet genoeg. We willen ze vernederen. Dit is op dit moment ons team. Brozovic die gaat stoppen dit seizoen. Die is 36, had ik al gekeken. Dan nog met 93. Matthijs de Ligt 90. Hakimi 89. Walker Peters die op links achter speelt van 31 inmiddels. Ja, al die spelers die nu jong zijn, die zijn zo oud. Nee, de Ligt is 29. Traoré is een CAM. Die staat ook helemaal niet op de goede positie hier. De La Vega, Mbappé 95. Zakarian, een Rus van 25 pas, 85. Hey, Luis Sinisterra, die zie ik hier staan. Kozlowski, Christensen, die beter is dan Mancini. En even oud, dus die gaan we gewoon lekker opstellen. Dan op de bank nog het een en ander. Saavedra, hey, die kennen wij nog van onze careerman met Clermont Foot. Want die speelde, die hebben wij gescout. Kijk eens aan, leuk dat hij daar speelt. Mukile, zo, kan die niet beter hier staan? Ja, die is een betere centerback, 31. Hallo zeg. Neymar, die is 76 rated. Leao is 85. Hele goede speler. Oké. En Brand, die is 85. Eerst dat wij gaan kijken is even naar aflopende contracten. Want het is dus januari. Het kan zijn dat sommige spelers al een nieuw team hebben. Zo, kijk, dat bedoel ik. Allemaal spelers die allemaal weg zouden zijn. En misschien zelfs al bij een andere club hadden kunnen tekenen. Maar dat hebben ze nog niet gedaan. Goeiendag, Schotel. Dit gaan we verlengen nu direct. Oké, alleen Brozovic verlengen wij niet, want dat heeft niet per se zin. Dat hebben we nu gedaan. Dan moeten we nu met de schoffel, met de hark door de selectie heen gaan. Iedereen die we willen uitlenen, uitlenen. Want ja, die gaan gewoon niet spelen bij ons. Iedereen die niet heel goed is, zoals deze Balde van 26, ja, die gaan wij verkopen voor wat centjes. Neymar, stop. Hij kan uitgeleend worden. Zo, dit hebben we gedaan. We gaan 4-2-3-1 spelen. Mbappé in de spits. Leao, Rafael op links. De La Vega op rechts. Traoré centraal, Saavedra, Asuensao centraal verdedigend middenveld. De Ligt, Mukiele, Hakimi, Donnarumma, Walker Peters. Dat staat in principe prima. We hebben een betere linksachter nodig. Ook al kan hij op linksachter. Maar we hebben geen reserve linksachter of rechtsachter die hoger is dan 80, zie ik nu. Behalve deze vriendelijke vriend. Die hebben we wel. Een betere centrale middenveld heb ik nodig. En ik wil eigenlijk een betere 10. Hoeveel geld hebben wij? We hebben 156 miljoen. En wat salarisbudget in principe niet verkeerd. Het probleem is dat we met dat geld niet zoveel kunnen kopen. Want bijvoorbeeld Fabio Vieira van Clermont Foot die is 150 miljoen. En ik kan wel gewoon kijken of we hem kunnen kopen. Hij is 28, hij is fantastisch.
als we hem kunnen kopen, dan hebben we echt wel een succesvolle slag geslagen. Misschien kunnen we ook ruilen. Maar ik denk dat als ik eerst 150 miljoen bied, dat ze dan al zeggen van nee, we willen 220. 230 willen ze zelfs. Ja, daar hebben we gewoon geen geld voor. Dan denk ik dat wij eerst spelers gaan verkopen en dan hem gaan halen. En ondertussen ook mijn scoutinstellingen even instel. Scoutinstellingen die ervoor zorgen dat we eventjes wat dealtjes vinden. En dan durf ik met geen zekerheid te zeggen dat we dan ook direct gaan winnen tegen bijvoorbeeld Dijon. Dat durf ik gewoon niet. Ik weet het niet. Ik niks verbaast me weer naar deze career mode. Snel simuleren. Pas het maar aan. We hebben Mbappé. We hebben een hele goede verdediging. En dan speel je 2-2. Want deze career mode is gewoon geglitcht. Akanji heeft een bot gekregen van Inter. Dat gaan we accepteren. Want hij is toch vrij oud. Christensen niet. Tegen Angers dan. Iedereen is wel wat fitter inmiddels. Wat meer scherpte. En dat resulteert in een overwinning. Sibley met een aanbieding die in mijn optiek heel goed is. 34 miljoen voor een 28 miljoen spelertje. En dan gaan we. Monaco. Goed team. Ja, ik weet niet hoe duur en hoe goed die spelers nu allemaal zijn. Maar we spelen gelijk 2 doelpunten met De La Vega. En Brian Brobby die scoort. Die scoort op een of andere manier altijd tegen ons. Ik was vergeten dat hij voor Monaco speelt. Zo, wie is dit dan? Franse CAM? Of die naam zegt me iets. Hebben wij niet zelf een keer gescout? Dubois, die hebben we ook gescout met Clermont Foot. Volgens mij hebben die allebei zelf gescout. Die zijn nu 91. Ik heb te weinig geld hiervoor, maar we kunnen het proberen. Dan kopen we niet Fabio Vieira. Maar dan hebben we wel een jongere speler die beter is. We gaan keihard onderhandelen. 2-10. Kijk, dat gaat dan naar beneden. 180 miljoen. We hebben hem. Stop met me bellen, Marijn. We hebben hem. Kijk, Vieira die is beter. 92, tuurlijk. En daar verzwak je Clermont Foot mee. Maar ik weet niet of dat de strategie is waar ik naartoe wil. Dat weet ik niet. We've got him. En wie ik dan ook nog zou willen is deze dus Eduardo Lins. Alleen die is 87 miljoen waard nu. Die blijft stijgen. Daar hebben we gewoon niet genoeg geld voor. Maar die gaan we dan volgend seizoen kopen. Want dat is echt de beste CVM in mijn mening nu voor ons. Traoré. Je wordt bedankt. Transferbod voor Brand. Fantastisch. Gaan, Brand. Met de wind. Met een bekerwedstrijdje. Angers. Doei. Penalties. Oi. Hoe kan dat nou? Het is transfer deadline day. Het zou fijn zijn als we nog een paar spelers verkopen. We hebben Brand verkocht. Dat is helemaal niet verkeerd. Dat betekent dat we nu 76 miljoen hebben. Salarisbudget hebben we ook nog heel veel. Kunnen we daar die CVM nog mee halen? Nee, dat gaat niet lukken. Hè? We moeten nog 1 speler verkopen en dan kan het, denk ik. Als we nog 1 aanbieding krijgen voor een speler van 30 miljoen, dan kan het. Oscar, 42 miljoen. En een andere speler. We gaan onderhandelen, want het is transfer deadline day en ze willen vast overpayen. Bam, 52 miljoen. En dan gaan ze gewoon mee akkoord. Tuurlijk! En dan kunnen wij, als die verkocht is, die CVM gaan aantrekken. Ritsu Doan en 100 miljoen. Nou, niet eens een heel gek aanbod, maar nee. Verkoop die Oscar nou. Oscar, zeker, is verkocht. Ik zag het bot al. Dit zijn spelers die wij in principe niet nodig hebben. Helemaal niet Cana, als we straks dan een reserve CVM hebben. Omdat we die Mexicaan hebben. Saavedra, Asensuao. En dus deze beste man die we nu gaan contracteren. We gaan gelijk zuinig aandoen. 90 miljoen. En dan zeggen zij 145. Is dat Nuno? Is dat de bedoeling dat Nuno is? Coach nog? Lijkt er niet op. Absoluut niet. 110. Gaan ze mee akkoord. 110 miljoen geven we uit aan een nieuwe CVM. Maar hij is 20. En 86 rated. Hij is bescheiden, want hij wil maar een belangrijke rol. Dat vind ik heel raar voor iemand die de beste CVM uit de selectie zou zijn. We bieden hem 130 aan, want wij zijn Paris en wij smijten met geld en we hebben hem. Dan was dit de transfer deadline day. We hebben een goede aanvallende middenvelder, we hebben een goede verdedigende middenvelder. Dat betekent ook dat we deze scoutverslagen in principe niet meer nodig hebben nu. Ik ga wel de instructies bewerken. Ik ga een vleugelverdediger, een linkerverdediger instellen, want die hebben we nodig. Ik ga een centrale verdediger instellen en dan is dat in principe prima. Ja. We moeten tegen Lorient. Dat is een soort van derby. We blijven maar transferaanbiedingen krijgen. Die verkopen wel volgende transferperiode, want nu maakt het niet uit of die verkopen of niet, want ja, in principe. Nou, weet je, trouwens, wel. Oké, hard to get, Dortmund. Tegen Lorient, het team is oké. Thijs speelt er nog, Gavi, Greenwood, wat ben ik? Ja, eigenlijk precies zoals we het achter hebben gelaten. Ze hebben niks gekocht deze transferperiode. Ook niks verkocht, zo te zien. Wij winnen met 1-0. Dat is een hele belangrijke pot. Ik ben ook benieuwd waar Lorient natuurlijk gaat eindigen zonder ons. Wij stonden 7e net toen we ze verlieten. We zitten nog in de Champions League, dat zie ik nu ook. Piemonte Calcio. Clermont Foot, kijk eens aan. We gaan simuleren tot aan Clermont Foot. De beker moeten we toch doorgaan. Op penalties weer. 2 keer achter elkaar op penalties. Stade Rem verliezen we. Piemonte Calcio. Ik wilde het eigenlijk niet simuleren. Maar blijkbaar winnen we 1-4. Dan Stade Rem winnen we ook. Clermont Foot. Hoe kunnen we dan 1 keer 1-3 verliezen van Stade Rem? Clermont Foot staat nu 3 punten voor ons. Dus dit is een hele belangrijke pot. Spanning en sensatie. Persconferentie. Ja. Boom. Het moraal is hoog. De smaak zit erin. Clermont Foot. Ze zijn vermoeid. Ja. Ze hebben conditionele problemen. Dat betekent dat we nu moeten doorpakken, maar we verliezen. Ik ben er nu alweer klaar mee.
Maar ik heb er wel vertrouwen in. En mijn taak hier als manager heb ik gedaan. Ik ben meer ook een soort people's manager. Ik hoop dat we die wedstrijd in de beker winnen. Ik zie nu niks. We spelen gelijk tegen Strasbourg. We winnen dan van Piemonte Calcio. Tegen NAN dan winnen we. Belangrijk. Dan spelen we ook weer gelijk tegen Strasbourg. Een aartsrivaal. Metsen winnen we ook. Dan Bordeaux. Ik weet niet of we die winnen. De Champions League tegen Utrecht. We spelen gelijk tegen Utrecht. Uit tegen Utrecht. We winnen. Gelukkig. We moeten nu tegen Liverpool. Utrecht in de kwartfinale van de Champions League. We spelen gelijk tegen LAN ook dan. We winnen van Marseille. Liverpool. Heel veel oude spelers. Ik weet niet of ze nog goed zijn. We verliezen wel van ze. Nice winnen we ook. Belangrijk. Liverpool. Gelijk. Dat betekent dat we uitgeschakeld zijn in de Champions League. Dat was de halve finale. Troy dan. En de beker tegen Nice. Verliezen we ook. En dit dan ook. 1-5. En dan is het klaar. En dan Clermont-Foot kampioen geworden. Managerrating van 59. Ja, het is toch echt bizar allemaal. We zijn dus tweede geworden. We zijn uitgeschakeld in de halve finale. En we hebben de finale van de beker verloren van Nice. We hebben zo'n ongelooflijk goed team. Die Renier, die speelt dan 32 wedstrijden. En die scoort maar 3 keer. Dat is toch niet te geloven, dat? En Mbappé scoort maar 18 keer maar. Hij is 96 rated. Hij scoort zo weinig. De eisen van Brozovic. Hij is al weg. Hij heeft al een aflopend contract. Hij heeft sterk nog al bij Club Brugge getekend. We ontbinden zijn contract, dan zijn we af van dat gezeik. Dat slaat nergens op. Lorient is derde geworden trouwens. Daar ben ik heel tevreden mee. De 3 clubs die wij tot nu toe hebben gecoacht, allemaal geplaatst voor de Champions League. Ja, dit seizoen kwam natuurlijk halverwege binnen, weet je wel. Dat kan gebeuren. Dat heb je soms. Maakt niet uit. Volgende seizoen, nieuw budget, nieuwe spelers. Gaan we de uitdaging aan om Clermont voet van de troon te stoten en ze helemaal kapot te maken. 59 manager rating, terwijl het team eigenlijk best wel goed is. Leão die moet gewoon spelen, zie ik nu, want die scoorde de vorige keer echt het meest. Dat hebben we hard nodig. Lins die is 88 nu. Goeiendag Schotel, die gaat gewoon spelen. Walker Peters, betere linksachter hebben we nodig, maar die hebben we gescout. Hoeveel geld hebben wij? Wij hebben 200 miljoen. Oké. Linksachter van wereldklasse, Samuel Kroos, 86 rated. Pedro Silva, die hebben wij zelf gescout. Of deze Planas, die we volgens mij ook zelf hebben gescout. Van Clermont Foot, we gaan ze leegkopen. Het begint nu. 71 miljoen, 80 miljoen willen ze. Dat is echt heel veel geld voor een linksachter. 70 miljoen, 80 miljoen, 75 miljoen. 66, oké, jongen, prima. Oké. In één keer het hele pre-season tour met simuleren. We hoeven in principe niemand te verkopen. We hebben dus 220 miljoen, we hebben al wat uitgegeven. Ik wil eigenlijk een nieuwe buitenspeler, want Rafael Leão scoort wel veel, maar de andere posities zijn niet heel hoog rated. We gaan tegen City gelijk, oké. Mijn manager rating is iets omhoog. Wereldklasse centerbacks. Koek, koek, dank u. Koulibaly regen, denk ik dan. Kijk, dit is lekker. Zo'n 84 rated centerback, want dan kunnen we dus onze andere centerbacks gewoon verkopen. Daar krijgen we weer geld voor. Hoe hoog zijn die twee centraal verdedigende spelers? 82 en 84. Lekker zeg. Kijk, dan kan Christensen kan verkocht worden. Mancini kan in principe verkocht worden. Want dan hebben we gewoon goede vervangers. We gaan gewoon full PSG. De talentvolle spelers die halen we en die verkopen we dan. Want dat doet PSG ook. Die hebben een fantastische jeugdopleiding. Maar niemand breekt door. En ze verdienen gewoon geld aan de jeugdspelers. Matthias de Vos. Belgische spits. Zou dat de Lukaku regent zijn? Tegen Manchester City. Die ook gewoon echt een heel goed team hebben. Hè? Maar ja, wij winnen. Op penalties. Hatsakee. Sprinties en toenemen. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Dan dus tegen Real Madrid. Niet iedereen is fit. Ze hebben Gravenberg, Camara, Paqueta, Vinicius, Martinez, Pulisic, Cash, Marquinhos. Ze hebben echt een heel goed team, Real. Maar wij winnen. Dus we kunnen het wel tegen goede tegenstanders. Wat goed zeg. Gewonnen. Prijzengeld. Hopelijk ook een paar spelers weer verkocht. Ja, transferbod voor Donnarumma. Dat gaan we natuurlijk niet accepteren. Zakarian. Ja, die kan nog een beetje doorgroeien. Maar we gaan hem wel verkopen. Want ik weet al wie ik daarvoor terug ga halen. 80 miljoen. Ik vind wel dat die clubs allemaal weinig bieden voor onze spelers, man. En niet hele marktconforme prijzen, zeg maar. Oké. Kom op. Even doorsimuleren. Ja. Tuurlijk. De La Vega blijkt de grote verrassing in het voorseizoen. Dat is alleen maar goed nieuws. Manager rating gaat omhoog. Wordt onze Rus nog verkocht, zodat we dat geld dan krijgen en dat we daar dan iemand anders mee kunnen kopen? We gaan het doen. We hebben 200 miljoen op de bank staan. We gaan proberen Fabio Vieira van Clermont Foot weg te snatsen. Kijk, dit gaat lukken. Hier heb ik vertrouwen in. Hun 1 na beste speler na Smet. Ik ga het geld gewoon neerleggen. Wij hebben hem nodig, omdat zij dan zwakker worden. Als jij 10 doelpunten scoort, mag je van mij 2 miljoen hebben. Want dat hebben we echt nodig, die doelpunten. Bam, we hebben hem. Oké, let's fucking go. Leão gaan we wel houden, want dat is dan een goede backup spits. Dat hij dus ook in de spits zou kunnen.
En dan kan Fabio Vieira, die kan dan gewoon hier gaan staan. Hartstikke idee. 92, 92, 87, 96, 84, 88, 91, 86, 89, 85, 94. Let's go! Nu hebben we een team. We moeten wel kampioen worden en de Champions League winnen en alles. Persconferentie bijwonen. Erg gelukkig. Gelukkiger kan niet. En de eerste wedstrijd tegen Le Havre gaan wij zelf simuleren. Zoals we met alle wedstrijden gaan doen. Bim, bam. Het is ongekend. Bam, Nice dan. Iedereen is wat fitter. De spelers hebben een debuut gemaakt. De Ligt met het winnende doelpunt. Lan staat tweede na een paar speelrondes. Heuberg speelt daar rechtsbuiten. Heel apart, een right wingback. Maar we spelen... Kortpadis! Ja, goed. Weet je, hè? We spelen in de Champions League bij Everton, Spartak Moskou en Club Brugge. Ik weet niet wat ik kan doen met deze career mode. Want wij hebben zulke goede spelers. Maar zelfs als ik zelf simuleer, de opstelling klopt en noem het allemaal op, gaan wij nu gewoon alsnog gelijk spelen tegen Strasbourg. Verliezen zelfs van Strasbourg. Gelijk tegen Lorient. Gelijk tegen Clermont-Foot. We verliezen van Club Brugge. We verliezen van Monaco. We spelen gelijk tegen Lyon. We verliezen van Staan. We hebben een 99 manager rating. 99. We staan tiende. Dit kan toch niet. Hoe kunnen wij een 99 manager rating hebben? Tegen de nummer 20 dan. De nummer 20 van de Ligue 1 winnen we 3-0. We spelen tegen Everton in de Champions League. Kom op, my boys. 1-3. Let's go. De weg naar boven is ingezet, want ik neem namelijk zelf de controle weer in handen. De spelers zijn wat vermoeider, want we hebben een druk schema. Maar 0-2. Let's go. We staan vijfde nu. We moeten tegen Lille. Die staan zesde. En die gaan wij zelf simuleren. Iedereen is weer fit. Lins is nu 90 rated. Renier en Vieira 93 rated. En wij winnen weer met 3-0. 98 manager rating blijft staan. We staan nu nog steeds vijfde. Stade Brest, 16e. Spelers kunnen nog wel. We spelen daarna tegen Spartak Moskou in de Champions League. Kunnen we mensen rust gaan geven. Spartak Moskou. Alleen De Ligt is vermoeid, want we hebben niet echt een hele goede centrale verdediger die we als vervanger kunnen gebruiken. Maar we winnen wel. Twee doelpunten van Hakimi, die de smaak te pakken heeft. Bam, daar staan we. 4, nog steeds 11 punten achter de koploper. Snel simuleren. Tegen Troy hebben we wel eens gelijk tegen gespeeld, maar weer winnen we overtuigend. Mbappé met een hattrick. Boom, Bordeaux, die staan vijfde, één plek achter ons. Boisour speelt daar op RWB. Ik snap het soms allemaal niet, maar wij winnen weer met 1-3. We winnen de hele tijd 3-0, 1-3. Het gaat eindelijk goed nadat we het weer handmatig hebben overgenomen. Daar staan we. 8 punten achter. Clermont-Foot staat tweede nu. Lorient staat vierde. Managerprijs geworden. Dat dacht ik ook. Transfer deadline day. Hebben wij geld? Nee. Tegen Olympique Marseille, die 18e staan. Oké, apart. Blijkbaar doen die het heel slecht. Maar we winnen weer 1-3. Nog steeds 8 punten achter, maar we staan wel tweede, want Clermont-Foot heeft gelijk gespeeld. Een inleenaanbod voor onze beste speler. Een van onze beste spelers. Zijn jullie Barkie? Stade Rennes dan. 2-1. Hele belangrijke. Oei, Monaco heeft verloren tegen Bordeaux. Die staan 7e. Kom op, boys. Boom, 2-0. De beker. Tegen Angers ga ik het toch anders proberen aan te pakken. We gaan andere spelers speeltijd geven. Leao in de spits. Geen Mbappé. Wil niet dat hij geblesseerd raakt in een bekerwedstrijd. En gelukkig winnen wij nog. Ik ben helemaal ready en pumped up voor dit seizoen. Let's fucking go. 5 punten achter Monaco. Tegen Nice. Die staan 14e. 1-3 weer. Maar we winnen nu alleen maar. We winnen alleen maar. Dan tegen Dunkirk in de beker. Ik heb echt een B-elftal opgespeeld. Dat is niet altijd heel goed, maar gelukkig pakt het goed uit. Dan hebben we nu een belangrijke maand. Want we hebben twee wedstrijden tegen Le Havre, dan tegen Nîmes en dan tegen Bayern. Dus ik hou het B-elftal tegen Le Havre. Dan gaan we daarna het eerste elftal weer opstellen tegen het andere team, tegen Nîmes. Zodat iedereen dan weer alweer scherpte krijgt erbij. Let's go. Kom op. Alsjeblieft. Gelukkig. 1-2. Dan kunnen we nu het eerste team weer opstellen. Die kan dan weer scherp pakken tegen Bayern, zonder dat ze echt vermoeid raken. We staan 2 punten achter Monaco nog maar. Nummer 19. Moet je gewoon winnen. Moet je gewoon winnen. Bam. Hakimi. 87ste minuut. Let's go. En dan een hele belangrijke Champions League pot in de laatste 16 tegen Bayern dus. Persconferentie skippen we. De Ligt iets vermoeid. Kan alsnog wel spelen. Tegen Bayern München. Aouar, De Ketelaren, Solomon, Musiala, Philips, Kimmich, Upamecano, Rocca. Ze hebben echt een heel goed team. Maar wij ook. En wij winnen. 1-3. Zelfs met een man minder. Oi, 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 oi. Dit is goed. 2 dagen daarna tegen Stade Rennes. Gelijk. Oké, we morsen dus voor het eerst een hele lange tijd punten. Misschien heb ik dan toch te veel spelers even rust gegeven. Maar dat moest wel. Want wij moeten nu in de beker tegen Lyon. Zo, dat is een lastige. En daarna moeten we tegen Bayern weer over een week. Sterkste opstelling tegen Olympique Lyon in de beker. 1-3. Clermont-Foot is ook door in de beker. Oeh, we staan nog steeds 1... Nee, we staan... we kunnen nog steeds 1 punt voorstaan. We hadden gelijk gespeeld, maar de andere teams hadden ook punten gemorst. Oké, hoe ziet het er nu uit? We moeten
tegen NAN, dan hebben we heel veel dagen rust. Dan tegen LAN, dan 3 dagen daarna tegen Bayern. Oké, nu kunnen we dus nog met de beste 11 spelen. En dat zorgt voor een overwinning. We staan nu op 58 punten. AS Monaco op 57, Clermont-Foot op 55. Een rode kaart voor Renier, maakt niet uit. Je kan dan toch rust pakken. De Ligt krijgt rust. Mukiele die speelt wel. En dat komt namelijk omdat hij geschorst is in de volgende wedstrijd tegen Bayern, was dat volgens mij. We verliezen tegen LAN. Zitten we met het kopje alweer bij de Champions League? Zitten we met dit kopje alweer bij de Champions League? Tegen Bayern. We hebben dus een goed doelsaldo. Ik maak me er niet heel veel zorgen over. 6-3 in totaal. Weer gewonnen. Door dat verlies denk ik niet dat wij nog eerste staan in de competitie. Napoli is door. Real Madrid is door. Liverpool is door. City is door. Villarreal is door. Doordat het 1-5 won. Zo, hallo zeg. Wij staan... Nee, klopt. Wij staan tweede nu. We staan gelijk met Clermont-Foot. We staan 2 punten achter Monaco. Heb ik vertrouwen in de computer? Ja. 0-5, precies. We zitten zo goed erin nu dat ik me niet kan voorstellen dat de computer het op weet te fokken. Staat de Brest dan Villarreal 1-3, Clermont-Foot. Dat is een belangrijke. Hele belangrijke pot tegen Clermont-Foot. Smet speelt Harris, dat is een CVM. Die speelt daar op CAM. Ze hebben Sven Botman gekocht. Hun hele team is vermoeid ook. Dit moeten wij winnen. 3-0, vernederd, compleet vernederd. Fabio Vieira die het eerste doelpunt scoort tegen zijn oude club. Let's go! Kom op. En dat betekent dat wij los aan kop staan. Wat heeft Monaco gedaan? Die stond 1 punt achter ons. Nu weer Champions League. Dus dat is een anticlimax. We zijn zo goed als door tegen Villarreal. Spelers zijn vermoeid. Dus we kunnen even wat andere spelers opstellen. Een paar spelers wisselen. Niet allemaal natuurlijk. Want we weten dat Villarreal een comeback kan maken. Hadden ze net ook gedaan. Maar we winnen 3-1. Hoeveelste staan wij dus in de competitie nadat wij hebben gewonnen van Clermont-Foot. Maar dat Monaco heeft... Napoli is door van Liverpool. Dat is fijn voor ons trouwens. Monaco heeft gelijk gespeeld. We staan 3 punten los. Let's go. FC Lorient staat 4 daar. Daar moeten we nu tegen. Onze andere oude club. FC Lorient. Wat goed dat jullie het zo goed doen. Maar wij winnen nu wel met jullie. Ja, 3-0, let's go. Olympique Lyon 2-0. Toch lekker dat die Rafael Leão dan van de bank af kan komen en even kan scoren. En dan de volgende wedstrijd tegen Monaco. Als we daarvan verslaan, dan zijn we eigenlijk zo goed als los. Zijn we nu al, want we staan ineens 8 punten voor. Lins Oei, die is geschorst. De Ligt kan wel weer aantreden. De rest is echt heel goed. We hebben echt een heel goed team gebouwd. Monaco. Als we dit winnen, hebben we met ze afgerekend. Brian Brobby zou waarschijnlijk wel weer scoren. Maar hun team is wel redelijk vermoeid. Wij hebben daar geen last van. Andere teams inmiddels wel. 2-1, hele belangrijke overwinning nadat we op achterstand kwamen. Monaco afgeschreven voor de titel. In de halve finale moeten we dus tegen Napoli. We zagen net dat zij van Liverpool hadden gewonnen. Asensio is nu geschorst. Eigenlijk allemaal prima dit. Iedereen nog wel redelijk fit. Napoli, als we de eerste wedstrijd thuis eventjes gaan overtuigend winnen, dan is de stress eraf. En dan kan je daarna andere spelers speeltijd geven. We spelen gelijk door een laat doelpunt van Lozano tegen Lille met een paar reservespelers. 2-0. En dan de belangrijke return. De halve finale van de Champions League. De beste 11. We hebben net een paar spelers rust gegeven. De Vega is geschorst. Oei, 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 oei. Dan gaat Traoré toch wel spelen. Mukiele is wat vermoeider. Gaan we dan de Ligt opstellen, ja. Oké, de halve finale tegen Napoli. Wie nu wint gaat door. Net 2-2 gespeeld. De Vega is geschorst. Mancini speelt daar. En Bastoni. Oei. Wie nu wint gaat door. Ik heb het verkeerd aangeklikt. Ik denk, nu komt het in beeld. Hey, Veerman speelt er. Pauze. Naar resultaat 0-2. Ja, 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 ja. Komt u maar, komt u maar, komt u maar. Finale tegen Real of Inter, maar Real heeft een voorsprong van 2-0. Dan zitten we volgens mij in speelronde 36 van de competitie. Hoeveel wedstrijden hebben wij nog? Nog 3. En de beker. Nog 3 wedstrijden en we staan 5 punten voor. We gaan met dezelfde 11 tegen Saint-Étienne spelen, want ik heb vertrouwen in ze. Niet iedereen is fit, maar het maakt niet uit. Gelijk spelletje. Ze gaan het spannend maken, hè? Deze tyfusventjes. 3 punten staan we voor. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Angers. Angers dan. Angers. Angers. Dezelfde. Kozlowski geschorst. De La Vega gaat hij dan spelen. Verliezen. Oh mijn god. Het gaat toch niet fout nu op het laatst. De beker tegen Marseille. En dan moeten we tegen de Strasbourg als laatste wedstrijd. Marseille in de beker. Teammanagement moet ik zelf regelen. Mukiele is geschorst, die mist dus die wedstrijd in de beker. Een van de spelers uit de wedstrijd gezet, wat is dit nou? Marseille, in de beker. Volgens mij waren zij vrij slecht. Wij winnen op penalties, eindelijk winnen we op penalties. Cambiere, die ken ik nog, die is van het begin van deze career mode. We winnen, we hebben de beker, we hebben de prijs te pakken. We kunnen voor de treble gaan. Hoeveelste staan wij in de competitie? Volgens mij staan we op doelsaldo gewoon nog voor. Dat was de halve finale van de beker. I know. We moeten tegen Clermont-Foot in de finale. We staan eerste. Gedeeld eerste met Clermont-Foot. Doelsaldo, dik eerste. Evenveel wedstrijden gewonnen, gelijk verloren. We moeten winnen. We moeten winnen. Of zij moeten verliezen en wij moeten verliezen. Maar wij moeten winnen van Clermont, van Strasbourg, onze aardsvijand. Tegen Strasbourg, die het op een of andere manier altijd goed doen tegen ons. Wij winnen met 1-0. Oh.
Oh, dat betekent dat ongeacht wat Clermont Foot heeft gedaan, we hebben gewonnen. We hebben gewonnen. We hebben eindelijk die competitie gewonnen. Ten koste van Clermont Foot. Ze hadden ook gewonnen. Dus we hadden echt daadwerkelijk moeten winnen. Lorient vierde geworden. De finale nu van de Champions League. Daar zitten wel wat dagen tussen. Kan iedereen gelukkig weer fit worden? Oké, nu kunnen we met de beste spelers spelen weer. Real Madrid, die hebben een team. Wedstrijd simuleren. We gaan het zo doen. Dit werkt goed. Kobbel. Ik ben er klaar mee. Naar resultaat. In de verlenging. Lins. Van Berlen. Boom. Champions League. Tweede prijs van het seizoen. En dat nu de finale. Tegen Clermont Foot. We pakken de dubbel. Mensen, het is tijd. Daar komen ze. Renier. Spelen in het Parc des Princes. Thuiswedstrijdje. Daar gaan we. De La Vega. Afleggen. Tegen Mbappé. Kylianus Mbappé. Yo, mensen. En meer hoef ik ook niet te weten. We gaan de rest simuleren. Dus 1-1. Smet scoort. Gadverdamme. Ja, Mbappé. Kom op, Kylian. Wij zijn echt oppermachtig. 3-1. Lindsay. Ja. Lord Lins. En weer een doelpunt. Hakimi. Ja hoor. Ja hoor. 5-1. Mbappé met een hattrick. Oké. Er wordt een dieptebal gegeven. En dit is het juiste moment om in te springen. De La Vega helemaal kapot. Aanname mag er zijn. Terugkappen. Boom. Het is klaar. Het is over. We pakken hem. Stadion gaat los. Iedereen wordt gek. Daar komen we. De medailles worden uitgereikt. De licht. Die doet het. Onze pilaar. Samen met Mbappé. Mensen, we hebben het gedaan, Jij bedankt voor het kijken, een blauw duimpje zou top zijn. Het was een enerverende career mode avontuur. 5 afleveringen in totaal zijn ervan gekomen. We hebben het gedaan, we hebben Clermont Foot verslagen in de Champions League. Tenminste, zijn uitgeschakeld. In de competitie en in de beker. Vieira, heel veel doelpunten. Mbappé, heel veel doelpunten. Heel goed team. Ik denk dat Vieira wegkapen, dat het uiteindelijk heeft gedaan voor ons. Jij bedankt voor het kijken, een blauw duimpje top zijn. En ik zie jullie graag terug bij de volgende career mode. Doei doei!